Hey, welkom terug, dit is Dutch Dragon. We gaan weer verder. We gaan richting Durin's Highway. Daarvoor moeten we door de mijnen. Ik denk dat we ook wel even onderweg weer gaan mijnen. We hebben inmiddels weer wat grondstoffen nodig, denk ik, voor wat de volgende stap ook gaat zijn. En dan gaan we nu dus eens kijken wat er allemaal in die mijnen te vinden is. De vorige keer zagen we al dat er behoorlijk wat nodes zaten. Hier zit trouwens ook nog een aardig rondje iron. Die laat ik even zitten. Oh. Oh, en trouwens de reis begonnen zie ik met eigenlijk geen eten mee te nemen. Dat is niet handig. Zo, dat lost dat in ieder geval op. Hier zit wat eten in, dan eten we dat gelijk op. Appeltje voor de dorst. Vorige gingen we die kant op, daar hebben we toen aardig wat leeg gehaald. Nu eens kijken wat deze kant oplevert. Dwarf remains. Oké. Heroes token. Wood scraps, ja. Vooral willen we mine over dat niet, misschien niet per se mee te nemen, maar. De weg naar beneden. Wat zit hier boven? Daar zit in ieder geval een stevige bel. Waarschijnlijk ook remains. Ja, precies. Die ook. Volgens mij heb ik nu dan genoeg 5 van die punten om iets te bouwen. Ik weet alleen maar wat, maar. Oh, daarom is het ook gelijk donker. Dan kunnen we dingen misschien toch wel heen laten. Hier is nog een trapje naar boven. Leidt nergens toe, dus ook echt een dead end zo te zien. Daar zit al van alles richting het dak. The mines of Moria. What a shame to have left all of this ore behind. Wat is dat? Dat ziet er heel belangrijk uit, dat blauwe spul daar. Ik weet niet of we daar kunnen komen. Is niet wat onderzoeken waard, moeten we dus alleen naar de andere kant. Dit. Niks bijzonders blijkbaar. Cloth scraps. Hey, dat witte puntje is volgens mij nieuw. Waarschijnlijk een update of zo. Hey, klein beetje iron ore. Wat is dit? Dit is gewoon wood. Rangers Journal page. Wat moet ik daarmee? Find in the mines. Find the journals somewhere near them. Replace the pages to gain the knowledge of the ranger. Ah, oké. Okay. Oh, well! Phew! Zo. Net op tijd. It's a long way down. Ja, moet dus vooral aan de andere kant zijn. Ook goed om te weten. Dus gingen we de vorige keer toevallig al de goede kant op, want hier zit verder niet zoveel. Kan ik even kijken wat hierboven zit, maar ik vermoed dan ook in het doodlopend. Ja, precies. Kan ik hier naar boven? Dat kan. Nou, dan gaan we daar in ieder geval even kijken. Dat blauwe daar, dat ziet er echt heel interessant uit. Ik denk dat we dat wel kunnen gebruiken. Vast wel voor een of ander receptje of zo. Ook een nest met eitjes. Deze kraan. Hierboven, dat is een hele lange toren naar boven. Metal fragments. Metal fragments. Stone. Ja, dat is maar per se nodig. Ik weet het maar. Naar boven klimmen, dat was ik eigenlijk niet van plan. That's a long way down. Kan
Kia een trap maken, vraag ik me dan af. Quick platform, de overkant. Ik heb natuurlijk bijna geen hout bij. Nee, ik heb veel te weinig scraps waarschijnlijk. Nee, wordt toch een gevalletje ouderwets lopen voorlopig. Hier naar beneden springen lijkt me ook niet een heel strak plan. Nee, ik wil die trap. Waarom kan dat niet? Waarom kan ik niet gewoon die trap op? Nou, dit is raar, jongens. Kom op, fix dat even. Nou, daar ben ik ook niet dood van vallen. Oké, nou, vooruit dan. Hoe ver kan ik vallen dan? Nou, hij vangt zich steeds op, dus dat zal wel goed zijn. Zullen we het ook maar even proberen dan? Nee, daar kan hij blijkbaar tegen. Oké, nou, in dat geval... ook geen probleem. Oké, vaag, maar prima. Ik weet niet of we dit allemaal nodig hebben, maar ik neem hem maar even mee. Zo. En weer verder naar beneden. Wow! Wat was dat? Ga ik nu een papierrol slaan? Monsters in the air. Nou, monsters. Bad droppings. Kijk, waar is nou dat blauwe spul? Knozzel oof, ja. Dit gooi ik eruit, heb ik echt niet nodig. En die hide scraps ook. En metal, ja, dat is om te repareren. Kan nog wel handig zijn, die gooi ik ook even uit. Maar die oofdingetjes, die neem ik wel even mee. Ik weet niet wat hier verder nog zit. Het is ook weer zo'n vage uitgang die nergens toe leidt. Ja, ik heb het hier wel gehad. Oh, dan neem ik gewoon mijn cabbage zo mee. Dat hoeft natuurlijk niet. Hier was ik ook al geweest. Als ik dan hier weer even wat verder naar beneden ga. Juist, dan kom ik waarschijnlijk waar ik wezen wil. Geen orks hier trouwens. Ja, dat is gewoon een tonnetje. Kijk, nu ben ik beneden. Torrance Highway is die kant op. En een standbeeld. Laten we daar eens mee beginnen. Gelukkig heb ik wat stone meegenomen. En meer dan genoeg, zo blijkt. Last Alliance Mall. Oké. Ik weet niet wat het is, maar er is in ieder geval heel veel van. Nog een dwarf remain. Nou, ik weet niet wat het is, maar het groeit hier in ieder geval goed. Hier zijn aardig wat dwergen overleden, zo te zien. Het is ook niet heel gek natuurlijk dat ze in de mijn dood zijn gegaan. Maar waar is dat blauwe glitterspul? Dat wil ik nu toch wel eens hebben. Dat is een waterval. Hey, natural fiber. 15 stuks meteen, dat is mooi, want daar kan ik iets van een touw mee maken. Craps, wat was dat? Oh, stone. Oké, dit geloof ik wel even. Another outpost of Balans. Cloth scraps. Hier zit nog iets. The runes carved here are no dwarf letters. Oh, wacht, deze. Shadows are stronger in mines. These runes are the markings of a wizard Tarkoon, who is. Here's what's written. The shadow grows strong in the mines. A wizard searches for train. Gandalf. Right. Ik zie hier in ieder geval licht. Lonely key. Ja, dit is dan weer zo'n plek die ik kan herstellen. Het zou dan weer een nieuw kamp kunnen worden. Right.
Rebuild. Rebuild. Rune table. Ooh, iets met elven wood. Ja, dit kan best de moeite waard zijn. We gaan het zien. Eerst wil ik op zoek naar dat blauwe spul. Oké, hier kom ik niet veel verder. Ik kan hier nog een soort van naar boven, maar... Dit is allemaal rock. En daarboven zit, denk ik, kool. Maar dit is niet wat ik zoek. Nou, toch maar even zo'n platformpje ertussen zitten dan. Zo. Hoppatee. Daar zit ook iets. Wat is, dit zou dus koper kunnen zijn, want die kleur komt me niet bekend voor. Nee, iron. The steel will roll or glowing coal forever or till day's end. Hey, when the embers cool, ale in my hand by the hearth. Ale in my hand by the hearth. Mag eruit, mag eruit. Zo. Nou, dit was het wel. Alle oor is er wel uitgeslagen. Wat zit hier dan nog? Ook een beetje spannend zo te zien. Nee, dit. Nee, klopt. Nee, dit levert verder ook niks op. Beetje iron ore. Echt een heel klein beetje, zo te zien. The steel will roll or glow in coal forever or till day's end. Hey, when the embers cool, ale in my hand by the hearth. Zo handig dit puntje, dan weet ik een beetje waar ik op mik. Ale in my hand by the hearth. Stop singing. Ja, ik was al gestopt, maar oké. Veel wijzer ben geworden door dit wandelingetje, maar waar zit ik op de kaart? Dit is Western Mines, dat is die hut die ik gefixt heb. Right. Darkness of Night Falls, hier weer een oorplekje. Oh, dat is die kool, die had ik al min of meer gevonden, maar goed, maakt niet uit. Gooi ik er dan weer uit. Stone. Yes, alright. Nou, ik heb natuurlijk geen wooden scraps om te doen. Zo. Daar zou dadelijk een heel klein stukje kool kunnen zitten. Daar pak ik net niet bij, dat is jammer. Maar niet heel erg. Oké.
nog through the mines en kijken waar dat eindigt. Lijkt me dat hier nog genoeg te ontdekken is. Daar is in ieder geval weer een weg naar boven. Dit had ik al uitgehakt. Dat kan ik even laten zitten. Als ik blijkbaar toch ongelimiteerd kan springen, dan kan ik natuurlijk ook richting dat blauwe spul springen, denk ik. Als het al iets is, maar daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Hier zie ik het niet zitten. Ik kan dit ook weer even naar huis brengen. Maar dat is niet heel spannend. Zo. Ja. Een doodlopend einde. Ergens een afslag gemist. Die kant had ik opgemoeten, juist. Zo. Oh, daar is er nog eentje. Ja, dat was makkelijk. En die ook, alright. Nog één, kom maar dan. Beestje kunnen niet veel hebben, oh, terug. Dus. Kijk of ik nog iets te eten bij heb, ja. Lampje erbij. Juist. Ik zie iets fladderen, maar dat zie ik niet echt. Even kijken, ik kan ook zo nog lopen, zo te zien. Daar nog iets om te minen. Dan zou hier toch ook ergens. Ik zit heel druk te kijken, maar. Het blauwe spul laat zich nog niet echt vinden, maar misschien als we hier naar boven gaan. Het komt in ieder geval ergens uit. Ik kan ook niet heel veel uitzoomen met mijn camera ofzo, dus dit is een beetje het zicht waarmee ik het moet doen. Oh, zelfs dat niet. Wood scrap, anyone? In darkness? Ja, yeah, I know. Ja, hoe gaan we dit nou weer doen? Ik zie nu helemaal niks. Kijk, ja, oh, nou is hij daar. Tap. Get torch en lichtjes. Right. Ah, ik moet gewoon tegen de ladder aanlopen en dan. Oké, is dat ook weer ontdekt. Hier was ik net, volgens mij. Hier beneden, of niet? Op mijn gevoel ben ik daar beneden al geweest. Nu denk ik te weten dat het allemaal niet zo heel nauw komt met springen en overleven. Maar ik weet wel weer heel veel om te springen. Kan het best zijn dat je dat ook gewoon overleeft. Ik meen hier toch een soort van blauwe gloed onder te zien. Namelijk, daar zit
Klop, niet nodig. Nee. Ja, daar zit het. Wat is dit? Ik heb het gevonden. Maar wat ben jij? Dan heb ik dus hout nodig. Ja, dat gaan we dan even regelen. Ja, ik moet dit sowieso slopen, zie ik al. Gooi ik er nu uit. Meat maar even. En dan wil ik... Wood scraps wil ik hebben. Yo, precies. Even weer eten. Scraps, daar nog wat scraps. En nu hopen dat ik er überhaupt nog uitkom, anders dan wordt het een hele ingewikkelde aflevering. Want dan zit ik dus gewoon vast. Nou, die ging ik al bijna. Is, maar ik kan het in ieder geval niet minen. Nee, dit is te hard. Dit zal wel iets van diamond zijn of zo. Nee, dit gaat hem niet worden voorlopig nog. Jammer. Het ziet er wel heel belangrijk uit, namelijk. Nu de vraag: hoe kom ik weer terug naar boven? Ja, niet zo in ieder geval. Ik heb nog een paar stukjes. Dan kom ik er wel uit, denk ik. There we go. All right. Zijn we daar in ieder geval uit. Go to Turin's Highway. Dat is dan weer deze kant op. Halen we dit? Ja. Dan hoop ik dat het ons ergens brengt. Een andere cage. Oké, okay, prima. Stone, en dit is weer een death trap eerste klas. Nou, het is een aardige ontdekking. Maar we zijn er nog niet uit. To the mines, dus die kant op. Goed uitkijken waar ik loop, want voor ik het weet zit ik ineens helemaal verkeerd. Eerst maar even mijn goederen denk ik terugbrengen. Mocht ik dan doodgaan, dan heb ik in ieder geval weer wat spulletjes opgeslagen. Dan is het niet de meest spannende aflevering geweest, maar dat is dan maar even zo. Het heeft in ieder geval weer wat inzicht gegeven over wat er in die mijn allemaal te doen is. Ik moet ook sowieso gaan eten trouwens, zie ik. En ik weet ook niet zo goed
wat ik nu moet doen, behalve dat ik waarschijnlijk gewoon in die mijn toch op zoek moet naar andere toegangspoorten of wat dan ook. Kan ik misschien nog even die iron meenemen? Het zal niet zo heel veel zijn, dus een beetje wood scrap of zo wat ik dan moet loslaten is geen probleem. Hé, hey, waarom hak je nou niet? Ah, dat is beter. Bijna alles geloot. De laatste kom ik dan weer niet bij. Voorlopig. Zo. De laatste hoekjes. Stone kan eruit, maar misschien nog wel meer. Dit kan er ook uit. Hoppatee. We hebben het laatste hoekje ook. Deze kan er ook prima uit. Heb ik dan alles? Of zit er nog meer iron op? Dit is allemaal rock. Ik heb inderdaad nog een klein beetje over in mijn inventory. Bone cold in darkness, oftewel time to go home. Als ik het nog kan vinden. Volgens mij kan ik gewoon hier doorlopen, toch? Niet helemaal, alright. Hertje voor de deur. Gewoon een hert in mijn huis. Ja, ik weet niet of je nou het hallucineren is of zo. Ik zie niet zo'n soort noorderlicht om me heen. Oh, ik ben gewoon super moe waarschijnlijk. Oh, mijn eten is ook op. Daar kan het ook aan liggen. Even snel eten maken dan. Zo, anderhalf minuut. Prima. Craft, wat zou ik kunnen maken? Ik heb brons nodig, heb ik niet. Heb ik niet. Oh, kijk, dat is dat blauwe spul waarschijnlijk. Quartz. Die heb ik al, die heb ik ook al. Weapons. Ja, ik kan een speer maken, heeft ook brons nodig. Shield heeft brons nodig, alles heeft brons nodig. En die twee heb ik. Dus ik hoef niet per se nu alles op staal te zetten. Ik kan natuurlijk wel even wat staal maken. Repair, repair, repair. Dat is dat alvast geregeld. Craft. Ik heb coal en iron genoeg, dus dat is geen probleem. Ga ik ook even droppen natuurlijk. Die stack zal ook wel bijna vol zitten. Deposits. Die heb ik geen nieuwe gehaald. Zo. Die wel. Deposit. 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 Die had ik denk ik geen om te depositen precies. Dan heb ik... Ja, natural fiber neem ik wel mee. Dan kan ik mijn eigen touw maken onderweg. En dat... Ja, die heb ik niet per se nodig. Die Heroes Tokens wel. Die heb ik nu 5, maar wat kon ik er ook wel mee? Als ik die even erbij pak. Beeld. Hey, small platform. Die kon ik... Heb ik nog niet gezien. Dat kan ik blijkbaar ook. Tall platform, daar kan ik dus wel hoogst in. Oh, maar dit is wel handig om in die mijn een beetje van A naar B te komen. Balcony. Ja, ik snap hem. Rope ladder. Kijk, dit zijn de dingen die ik nodig heb. Die rope ladder had ik natuurlijk al, maar de rest niet.
Ja, dan kan ik in ieder geval in die mijn wel even wat dingetjes gaan bouwen. Dat is misschien niet heel spannend, maar dat zou dan de volgende aflevering kunnen zijn. Vooral een bouwafleveringetje. Gewoon even wat dingetjes bouwen. Ja, kijk hier. Memorial Flame. A tribute to remember the fallen dwarves who came before. Oké, ook. Oh, dat vind ik een heel mooi ding. Ja, die vind ik wel de moeite waard. Wat mij betreft mag die hier. Honor. Nou, het doet niet heel veel, maar... we hebben hem in ieder geval gebouwd. Collect, craft... Zo, ga jij maar lekker door. Eten is klaar. Mushrooms, two portions. En ondertussen rest. Brengt ons bij dag 15, 16, 14. Oh, dan valt het nog mee. Eten is weer klaar. En dan kunnen we wat mij betreft weer aan een nieuwe ronde beginnen. Deposit en deposit. Kijk, mooi. Dat grain laat ik even hier. Net als de mushrooms. Althans, dat dacht ik. Die kunnen daar. Jij mag hier terug. Ja, deze heb ik niet ook nodig. Volgens mij niet. Pet droppings. Die heb ik onderweg vast wel ergens nodig. Maar, nou, laat ik die maar gewoon meenemen. Oh, wacht. Ik heb er gewoon twee. Nee, dan doe ik het zo. Iron Hammer blijft hier. De Ranger's Pages ook. En dit is gewoon handig om onderweg mee te hebben. Maar hoeft niet per se. Nou ja, trouwens doen we wel. Zo. Right. Oké. Tot zover. Dit was volgens mij aflevering 7 of 8. We zijn dus vooral even in de mijn aan het ontdekken geweest. Maar we zijn er zeker nog niet uit. Dat zal ook nog wel flink wat afleveringen duren. Maar we kunnen in ieder geval dus met platforms zo gaan werken. Waardoor we wat bruggetjes aan kunnen leggen van de ene naar de andere kant. Vraagt waarschijnlijk heel veel hout. Dus waarschijnlijk ga ik de volgende aflevering beginnen met... gewoon heel veel hout mee te nemen en gewoon eens even wat te bouwen. Ik hoop tot dan. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en heel graag tot dan.